ik maar niet vloggen, want... Even wachten hoor. Zo. Moest mijn regenpakken en zo aandoen en... Ja, en dan in de regen gaan staan filmen, vind ik ook weer niet zo wat. Dus even een seconde. Ja. Zo. Ik ga het even de post pakken en dan ga ik naar boven toe en dan ga ik lekker iets warms drinken. Want ik heb het koud. Het is ontiegelijk koud buiten. Oké, bye bye. De zon schijnt heel erg fel. Dus dit is buiten nu op dit moment. Lekker hè? Ja, nu wel. Daarnet niet op de fiets zat. Dus ik ben er bijna en dan ga ik lekker naar binnen toe. Wat warm drinken. En ik heb het Spaans benauwd. En ik ga ook niet mijn medicijn innemen, want daar heb ik gewoon echt geen zin in. Goedemorgen! Mijn fiets pakken. En dan op naar mijn werk. En dan zie ik jullie vanmiddag weer. Ja, ik ga jullie in mijn tas doen, want ik kan niet filmen met één hand. Dus doe ik dat. En dan zie ik jullie. Goedemiddag! Even de deur dicht doen. Zijn we weer. Lekker thuis. Ik heb heerlijk gewerkt. Het was hartstikke druk. Ontiegelijk druk moet ik zeggen. Dus ik ga even onder een lamp staan. Dan zien jullie me beter zo. Veel geplakt. Veel ingepakt. En ja. Nu even lekker relaxen. Voor vanavond. En dan kijk ik wel. Ja, met fietsen. Loopneus. Nee, mijn neus loopt niet weg. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Too much details, laat ik het zo zeggen. Dus ik ga lekker naar boven, post pakken en lekker een goede avond. Ik zal straks nog even buiten laten zien, dus ik ga met de tap. Nou, tot zo. Zo kunnen jullie buiten zien. Klein beetje met een zonnetje. Niet echt. Het heeft vanmiddag hoffelijk de zon geschenen, dus ja, ja. Ik laat even filmen. Af en toe een beetje donker, neem me niet kwalijk. Af en toe hoor je mijn tas. Ja. Ik ben flink aan het opruimen en gaat wel goed af, moet ik zeggen. Redelijk. De rest van de week moet ik er wel voor boeten. Want dan ben ik lichamelijk echt helemaal kapot. Maar ja, dan moet ik toch gaan werken. Dat doen we dan maar. In ieder geval lekker aan het fietsen, weer lekker in beweging. De ochtenden worden al een stuk lichter. Dus het gewoon lekker volhouden. Ik zal het nog een keer even laten zien. Ja, ik ga deze vlog voor deze vandaag afsluiten en dan zie ik jullie morgen. Ja, ik heb het gered. Het waaide wel een beetje, dus ja, ik ga het lekker naar boven lunchen en nog een paar afspraakjes en dan is het weekend. Dus nu is het voor mij lekker weekend. Bye bye. Ja, ik zal jullie buiten even laten zien. Dit is het. Ja, de ramen is vies, daar kan ik niks doen. Maar dit is de lucht. Dus ja, lekker weertje vandaag. Jippie. Goedemorgen allemaal. Ik ben net wakker. Ik ga even buiten laten zien. Daar komt de zon op. Ik heb een beetje gemaakt, dan moet ik niet zetten. Dit nog wel even. En ik ga lekker bakje thee drinken. En even bij komen. Hoi allemaal. Ik wou jullie even het kamertje laten zien. Ik ben vergeten mijn andere gebit in te doen. Maar ik wou het even laten zien. Wat zag je spuiten? Van mijn man, dat moeten we nog opruimen. Hier staat een schoenenhek, ik weet niet of je het kan zien.
van mijn man. Daar hangt een jas van mijn man. Hier zit mijn make-up in. Dan in zoverre ook nog andere nagelsproducten. Douche, haar, maskertjes. Dat soort dingen. Ik kan het niet laten zien, want dit staat ervoor. Dit moet nog weg. Hieronder staan nog schoenen van mij. Ja, ja, ja. Hier zijn kralen van mij. Hier zit ook nog kralen. En hier. Hier zit ook nog goedies van mij. Wasje tape en andere dingetjes. Hier zit lijm in. Potloden, andere bureau dingetjes. Hier zit de trimmarkers van de Action. Ja, ja. Nou, hier staan mijn kasten, zeg maar. Daar. Daarachter zit haarlak. Droogshampoo. Textuur. Daar zit ook nog haarproducten. Hier zitten parfumetjes die ik de komende tijd dan maar gaat opmaken. Hier zitten mijn haardingen in. Tabletje. Daar ligt mijn mobiel. Dit is, hoort bij het bureau. Daar ligt nog iets van papier. Daar liggen Sonja pakkenboeken. Daar zitten twee mooie sierborden. Van dat koord. En daar staan ook nog dingetjes. Naaimachine, naaidoos en weet ik niet zo gauw op mijn hoofd. Nou, hier moet nog wat dingen van naar beneden. Dit is een tas die weggaat. Dan zal ik even een disclaimer zeggen. Nee, ik ga het niet verkopen. Ik geef het aan iemand die het goed kan gebruiken, die ook heel graag met hobby bezig is. Dus ja. Dat is in ieder geval gezegd. Zo. Dan kan ik even deze opzij doen. Zo. Dan heb ik hier al mijn krultangen, rookborstel, teasingkam, klemmetjes, mijn papillotten. Hier al mijn paletten. En dat zijn er veel. Heel veel. Kijk. Hier. Dit zijn mijn sleek. Dit is Make-up Revolution. Die ik pas heb gekregen. Dus. Ja. Hier kan er wel wat bij. Er zitten wat kleinere paletjes. Daarachter ook. Ik weet niet of je het kan zien. Daar zo. Mono's. Pigments. Color tattoos. Hier zitten al mijn lippenproducten in.
is mijn Essence lipstick. Nee, Catrice Essence. En daar Random lipstick. Make-up doekje. Wat staafjes. Daar liggen nog wat kasten en kastenhoeken. Plusjes. Plus. Bronzers. Highlighters. Hier zitten mijn foundations. Random dingen. Wimperlijm. Kastenspons. Daar wimpers. Mijn everyday bakje. Hier zitten deze in. Een brightener. Die. En die. Primers. Oogpotloden. Mascara. Highlighters. Wenkbrauw. Hier zitten mijn sponsen. Hier zitten mijn nagelproducten en wattenschijfjes in. Mijn nagellak. Hier zit een voorraad dingen in. En hier zitten al mijn, ik hoop dat jullie kunnen zien, maskertjes en toilettassen. En daarboven zit mijn heksenhoed die ik ooit gemaakt heb. Nou, toch een kleine tour gehad. Toch nog iets gezien. En buiten. En ik ga het lekker wat drinken. En douchen. En lekker relaxen vanavond. Dus dat ga ik doen. Goedemiddag. Ik heb vanmorgen niet gefilmd omdat ik veel te laat was. Dus ik moest heel hard fietsen. Ik was nog net op tijd op mijn werk. Dus ik ga nu lekker naar boven toe. Mijn haar zit voor geen meter omdat de wind er doorheen is gewaaid. De hele dag heeft goed gezeten en de wind gaat er doorheen. En het is gewoon een beetje flut. Zo. Klaar. Hier zie ik ook nog een pluk, maar het is al rood. Dus ik ga het lekker naar boven toe. Wat drinken en eten klaarmaken. En zie ik jullie morgenochtend weer. Klaar voor mijn werk. Mijn haar in een soort staartachtig ding met een klem achterop. Nou, daar staat me. Even zoeken. Hier staat mijn fiets. Dus, ja. Op naar mijn werk. Dus zie jullie vanmiddag. Ik ben op mijn werk. Ik slaap heel snel. Door. Dit is de kelderbak, jongens. Tadaa. Dus ik ga gauw naar mijn binnen toe. Goedemiddag. Mijn fiets in de kelder gezet. Ik ben eindelijk thuis. Het waait als een gek. En ik ga lekker naar boven toe, naar mijn mannetje. Eten klaarmaken, eten, douchen en ik denk vroeg mijn bed in. Maar dat zal wel weer niet. Dat zeg ik iedere avond. Maar gebeurt gewoon niet. Dus ja, ach. Af en toe zeg je wel die dingen, maar zit helemaal erdoor. Ik ga het die twee boven brengen. En mijn voeten. Ik ben het zat. Dus tot morgen. Goedemorgen Hi. Allemaal. Ik hoop dat jullie me allemaal kunnen zien. Tuurlijk, weer verkeerde sleutel. En onderweg naar mijn werk, Anton. Met fietsenpakken in ieder geval. En ga ik naar mijn werk en dan zie ik jullie vanmiddag weer. Ja? Nu is het wel iedere keer hallo dag, hallo dag, hallo dag. Maar ik heb toch wat zo, van me laten. Voor mij zit het er nu op. Dus even laten zien. Van de week ook laten zien. Maar nu staan er iets meer fietsen. Ik doe het even heel snel, want dit is mijn fiets. Lekker pakken. Naar huis, naar mijn mannetje. En dan zie ik jullie straks alweer. Toch? Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Mijn naam is Connie Riepbroek. En ik neem jullie vandaag mee, zover ik kan filmen.
Dus ik ga nu naar de kelder toe om mijn fiets te pakken. Ik ga met de fiets naar het werk. Dus even geduld. Dat was weer de vertrouwde beelden, denk ik. Dus ja, fietsje even pakken. Zo, even jullie. Mijn tas op de grond. Oh ja, die moet ik ook meenemen. Mijn regenspullen. Anders heb ik misschien wel een nat geregend. Nou, dus mijn fiets pakken en dan ga ik naar mijn werk toe fietsen. Hey, goedemiddag. Sorry, ik heb vanmorgen niet gevlogd en gistermiddag ook niet gevlogd. Mijn excuus. Oh, sorry, wacht even. Ik moet even wat doen. Gaat de deur niet dicht. Zo. Ik heb gewerkt. Allemaal goed gegaan. Fiets ook. Spierpijn gaat al wat minder, dus ik ga de post pakken. En dan, zo zien jullie me beter. Ga ik de post pakken en dan ga ik lekker naar boven. En dan ga ik me wat drinken samen. En dan ga ik eten koken. Een hele goede morgen. Ik ga mijn fiets pakken. Zo ga ik dus naar mijn werk. Tas achterop, tas op de stuur. Omdat ik... Want die fietstas is kapot. Dus ja. Lekker fietsen en dan ga ik naar mijn werk en dan zie ik jullie vanmiddag wel weer. Zo. Hi. Thuis. Ik zie er niet uit. Mens, ga je uit. Mijn hemel zeiknat. Ik denk niet dat je het kan zien, maar broek is zeiknat. Ik ben echt helemaal zeiknat. Ik heb gewoon mijn regenjas niet aangedaan. Dat is jee. Strafpunten voor mij, want ach, ja. Ik ga mijn fiets in de kelder zetten, ga ik naar boven, ga ik douchen, ga ik mij kleden. En dan ga ik daarna lekker koken, dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen allemaal. Om mijn fiets te pakken om naar mijn werk toe te gaan. En dat ga ik dus doen en dan zien jullie mij vanmiddag weer, want 11:45 ben ik klaar. Goedemiddag. Gelukkig regende het niet zo hard toen ik naar huis ging. Het regende wel, maar niet zo hard gelukkig. En ik was onderweg muziek aan het luisteren. Eigenlijk mag dat niet, maar ik had er zo zin in. Dus ja, ik ga lekker naar boven. Ik ga een appie eten. En dan ga ik even lekker douchen. En dan moet ik vanmiddag om 3:30 mijn zoltjes halen. Dus bye bye. Dan ga ik dus ook bij deze de vlog afsluiten van deze week. En ik zie jullie maandag weer. Goedemiddag! Oké, ik heb het maar uitgezet, want anders krijg ik problemen met bla 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 rechten. Het staat nogal hard, ja. Even licht, zo. Dus dat heb ik gedaan. Ik ga het lekker naar boven toe. Ik heb heerlijk gewerkt vandaag, dus en morgen tot 11:45. En dan moet ik morgen mijn zoltjes halen, dus ja jongens. Ik ga lekker naar boven. Pas halen en dan ga ik even lekker wat drinken. Goedemorgen. Ik baal echt als een stekker. Sorry dat mijn vlog nu vandaag zo begint. Het regent. En waarom nou uitgerekend als ik naar mijn werk toe moet? Als ik naar huis toe moet vind ik het niet zo erg. Maar naar mijn werk moet ik mijn regenbroek aan doen. En ik heb een rothekel aan. Dus dan ga ik hem maar even aan doen, hè. Kijken of ik jullie neer kan zetten. Zo, dan maar even zo. Dat stomme ding weer aandoen. Ik heb er een hekel aan. Echt. Laat hier beneden in de reactie achter welke mensen er ook zo'n hekel aan nemen om 's morgens naar de werk in de regen te gaan en dan toch de regenbroek aan moeten doen. Lijkt me zo leuk om te weten. Nee, dat meen ik echt serieus. Komt een beetje raar mijn mond uit, maar ik meen het echt. Dat kan toch niet zo. Ik zie jullie vanmiddag wel weer. Goedemorgen allemaal. Ik ben wakker. Ik zit om te kijken. En die schilder Jenkins. Jerry Jenkins. Ik zal jullie buiten even laten zien. Ik ga even de sprokken, ja.
regent. Ik moet het heel goed kunnen zien. Kamer, ik denk het niet. Zoals je ziet is het behoorlijk nat buiten. Zoltjes gehaald en ik deed in mijn schoenen en we gingen nog even een stukje lopen en of een paar boodschapjes gehaald en ik merkte in mijn hiel zeg maar dat de pijn wegzakte, dus ik was daar zo blij mee. Dus nou nog de vraag, ze in al andere schoenen passen, ze zijn op maat gemaakt, dus ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Ik ga even lekker een bakje thee drinken. Oh, ik heb gisteren bloemetjes gekregen. Tulpjes. Dus oh. We hadden bij de Pan Giro Loterij. Gewonnen bij de Mancrio Loterij. Is de petticoat. Ja. Dus nou ja, ik kan ook niet zo veel door. Kijk. Daar is de dvd's en dat kastje zit ook nog dvd's. En dan heb ik beneden nog dvd's. Dus het is, ik verveel me niet hoor. Ja, ik zeg even terugduwen. Drinken en wakker worden. En mijn mannetje ook nog wakker maken. Even eten. En dan zien we wel wat we vandaag doen. Hoi allemaal. Oh, ik heb mijn oude gebit nog in. Als jullie denken van, hé, die tand is mijn oude gebit. Ik heb nog op de knarstanden, dus ik bezuinig op mijn nieuwe gebit. Ik zit er Paula Brown te kijken. Mijn laptopje staat daar. Met een kopje thee. Ik denk dat deze vlog gaat editen. En ik heb alleen één vraagje. Vinden jullie het leuk om te zien? Het is hallo, dag en weet ik veel allemaal. Dan stop ik gewoon even met vloggen. En ja, het is een beetje saaie vlogjes, dus ik wil eigenlijk weten of jullie dat wel goed vinden en of jullie het wel leuk vinden. En laat het even weten in de comment. Als het zo saai is, dan kan ik beter gewoon stoppen met vloggen en gewoon filmpjes maken.